Eind van hier is de productie bij het vangrailfabriek stil komen te lezen. De 33 werknemers die dien krijgen, vjochtje de sluiting van Prins Dokkum aan. Het wilde bij haar net in dat het fabriek neffens de directie verliesjouwend is. Ik had een vrouwje litten met verskate acties van haar jere. Het wordt een principeszaak die toont de ondernemingskamer uitvochten lieken te worden. Maar na tussenkomst en wanlang onderhandelingen van vakbonden en advocaten komt Justerion een nij eindbod en sociaal plan op tafel. Het is kiezen of delen. Alweer maar zien in je wachtje, zolang is het erop procederen. Alweer maar te nemen wat er nou leidt. Het gaat lang in orde worden bij huis bij als dingen. We kunnen zelf wel op schouders laten. Ja. Een beladen vergadering in een zeeltje van Hotel van der Meer vormt het slotstik in een slepende kwestie. Akkoord gaan met nog 5 mannen salaris en een vergoeding van €2.500 om te ziekje naar oorwerk, houdt in dat alle verzet en procedures om Prins Dokkum heen staakt worden matten. Een dreig besluit. Daar gaat het nou mee op. Ja, het is net oors. We begrepen qua heel goed. Dat er heel veel emoties binnen. Maar ik want dit het verstaan probeer je het. Te broeken en is het nou een verstandig besluit? Ja of nee? Nou, dat soort overwegingen ben ik in onorde geweest. Wij leven in een democratisch land en er is democratische beslissing naam en daar mag we dus bedel lezen. Zij is mijn gevoel op dit moment. Maar het nog wel een plakje aan. Ik zie heel graag de uitspraak van de ondernemingskamer weer te wonen. En dat gaat dan natuurlijk net terug. Ik denk van dat we nog steeds trots zijn mij op uzelf, wat we het niet in hebben, hoe we het niet in hebben. Wat we als vakbonden, maar ook hebben we hier tegen elkaar gezegd als sociale gemeenschap, hebben we wel gezegd dat we wel gaan proberen om hiermee door te gaan. Om toch te blijven beweren dat er een aantal zaken in dit soort procedures gewoon helemaal fout gegaan zijn.